Hoi, leuk dat je in deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Dat is alweer even geleden. Het is niet dat ik ze niet gefilmd heb de afgelopen 2-3 weken. Maar ik ben gewoon niet toegekomen aan het editen en dat dacht ik laat me doen. Maar goed, het is sowieso denk ik alweer 2 maanden geleden dat ik voor het laatst een boodschappen shoplog gepost heb. Want het was heel hectisch. Ik ben met een nieuwe opdrachtgever in zee gegaan en daarvoor werk ik nu heel veel. Ik werk nu voor de GGD in de vaccinatiestraat. En daardoor is het iedere keer even snel de boodschap ophalen en eten maken en dan... Want ook nu, het is 4:30 en ik heb de hele dag gewerkt. En ik ga zo eten en dan na het eten moet ik nog een paar dingen doen. Thuis, wasje draaien, dat soort dingen. Huishouden. En dan is het gelijk weer bedtijd en morgen ga ik weer werken. Het is echt... Nou, dat is nu mijn leven. Het heeft niks met de boodschappen shoplog te maken. Zoals altijd ben ik bij de Jumbo geweest. Ik heb bij Pick a Point het opgehaald. Voor €131,89. Hele heleboel. Heeft 2 redenen. 1. Bijna al mijn voorraad was op. 2. Bruk eet tegenwoordig lactosevrij. Of zoveel mogelijk lactosevrij. En die producten kosten gewoon wat duurder. Het is al van elkaar. Plus als ze deze week jarig is, wordt 6. En hoewel we geen feest geven, krijgen we dus wel gedurende de week hier en daar visite. En dan wil je toch gewoon ook wat extra's hebben in huis. Dus vandaar. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Vind je dus de video zo leuk? Dan is je een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. Want ik ga echt weer regelmatiger posten. En dan gaan we beginnen met de boodschappenshoplog. Zoals je ziet ligt heel mijn aandacht weer vol. Vanavond eten we nog met z'n tweeën. En dat heb ik ook nu niet besteld. Want ik heb nog gehaktballen liggen. En ik heb nog spinazie à la crème. En dan doen we er een aardappeltje bij koken. En dan hebben we een lekker maaltje. Morgen eten we hamburgers met cheddar kaas en broodjes. En ik kan eventueel nog wat komkommer en zo erbij doen. Want we gaan morgen naar de kapper en het is om 5:00, dus dan kunnen we iets makkelijks eten. Donderdag eten we slavinken, die heb ik nog van de vorige keer in de vriezer liggen. Ik had zo'n pak van 9 gekocht, dus we hebben er maar 4 op, dus dan kunnen we er 5 maken. Volgende keer. Met spreadsiebonen en knieltjes. De dag daarna is het vrijdag en dan eten we macaroni. Ik moet even daar denken. Nu lekker gehakt, saus, macaroni en roerbakgroenten. Op zaterdag eten we altijd friet met snacks. Snacks waren zo goed als allemaal op. Op zaterdag is Brooke ook jarig. Dus waarschijnlijk komt mijn moeder dan met haar man. En blijven ze misschien wel eten. Dus ik wil genoeg in huis hebben. Zondag eten we dan dus kaasschnitzels. Met gebakken aardappeltjes. En wortels die heb ik nog liggen. Maandag eten we dan risotto. En dan eten we courgette met doperwten die nog in de vriezer liggen. En dan heb ik ook geraspte kaas. En dan doe ik er vega kipstukjes bij. Dat is het lekker makkelijk, want de volgende boodschappen komen pas weer op dinsdag. Dan heb ik gehaald geelworst, kipfilet, boterhamworst, gewone kaas en lactosevrije kaas. Deze is echt alleen voor Brooke eigenlijk. Hoewel de andere kinderen ook nog wel eens per ongeluk deze pakken. Het is niet dat het nou zo heel veel duurder is, maar... Brooke vindt deze wel lekker. Dus mocht je nog een lactosevrije kaas zoeken, deze. Zelf heb ik deze. Die vind ik ook lekker op mijn crackers. Zeker met de kipfilet. Dat doe ik dan. Extra pot mayonaise, ketchup, curry en frissaus. Want het was allemaal op. Dit is een gratis product. Fuse tea, green tea, mango en camilla. I don't know if it's good. Maar het is nieuw. Salades. Of salade. Sala. Voor mijn salades. Komkommertjes, siroop voor de kinderen, bruismater voor mij en mijn werk. Uien, want alle uien zijn op en het is lekker voor frikandel speciaal of bij de risotto of extra bij de macaroni of om uieringen van te maken bij de hamburgers, you name it. Roomboter op ons brood. Ik heb ook nog een pakje Flora boter, roomboter liggen. Dat is gemaakt van plantaardige roomboter. Of het is plantaardige roomboter, er zit geen lactose in, dus dat is voor Brooke. Deze is gewoon voor ons. Een hele tray met eieren. Dat gaat echt wel in een weekje tijd op. 6 flessen Cola Light Zero Caffeine. Trouwens, ik heb ook 8 flessen Crystal Clear. Die heb ik denk ik overgeslagen. Oh, en bakboter heb ik ook overgeslagen. Heb ik ook gekocht. En nieuw, Cola Light No Caffeine. Keukenpapier. Chipjes. Deze kleine zakjes vind ik super makkelijk. Want als de kinderen dan een snackje willen, voor één zakje. Ik denk dat ik nog wel extra chips en tapas hapjes en zo moet halen. Als ik precies weet... Wie wanneer ongeveer komt. Voor Brooke voor mij naar school. Of voor na het avondeten. Mini cakejes. Die zijn echt wel lekker. En lactosevrije Rikkies. Nou weet ik niet precies. Volgens mij.
zijn Oreo's sowieso ook vegan. Dus ik weet niet zo goed wat hier nou het verschil van is, maar dat ga ik even naast elkaar leggen. Dus I don't know. Want als ze vegan zouden zijn, zou er ook geen melk in zitten. Dus drinken voor mee naar school. Een beetje zo'n milkshake idee. Mandarijnen, druiven, blauwe bessen, appels, koekjes voor in de koekjestrommel, koekjes voor Logan mee naar school. Hier zit wel iets van melk nog in. Kijk maar. Bevat melk. Maar ja, als Brooke het echt neemt, dan komt ze vanzelf achter. Meestal gaat het wel goed, omdat ze voor de rest al zoveel lactosevrije producten eet. Dan let ze dat wel. Deze zat er ook bij. Strawberry watermelon. En gewone dikkie 0% suiker. Dat waren alle boodschappen voor deze week. Zoals ik al zei, het is in principe van dinsdag tot dinsdag. En ik denk dat ik nog ergens eventjes langs de buurt super hier om de hoek moet. Om wat tapashapjes of een extra grote zak chips. Of sowieso om taart. Dat soort dingetjes. Dat wou ik niet allemaal op dinsdag bestellen als het pas op zaterdag jarig is. Maar ik maak het niet heel chill. Dus dat was het voor deze week. Ik kom waarschijnlijk dus nog een beetje bij. Maar niet per se voor de weekboodschappen. Zoals altijd zet ik onder in de beschrijving wat we ongeveer per dag gaan eten. Kijk er eventjes naar als je inspiratie wil opdoen. Vind je deze video's leuk? Van deze video een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doei!